Push Bunny! Push Bunny! Ik ben heel wat te doen. We'll be right back.
Goeiedag lieve kijkers, welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik op het rode knop hieronder en daarnaast natuurlijk het belletje, want zodra ik weer een leuke video voor jou heb, dan krijg jij een notificatie. Nou, prima, zoals jullie natuurlijk al wisten, ik ben naar de Primark geweest, Primark Amsterdam. Bij de Dam is dat. En ja, ze hadden natuurlijk weer geweldige dingen. En het grappige is, ik ging eigenlijk naar de stad om voor iets heel anders. En nou ja, ik moest nodig naar het toilet. Dus ik dacht, hey, Primark, daar hebben ze een geweldige toilet. Dus ik race Primark in. En ja hoor, Primark is natuurlijk hartstikke slim. Die hebben hun winkel zodanig ingezet dat je absoluut wel moet gaan kopen. Nou, dat was leuk. Het was, ik was dus in de Primark nog langer dan ik verwacht had. Nou, ik heb hele leuke dingetjes gevonden. Vooral ook voor reisdingen, reisspullen. En ik heb ook veel koffers gezien. Ik heb reiskussentjes gezien. En voor als je in de vliegtuig zit. Maar zo'n kussen is natuurlijk ook voor dagelijks gebruik. En voor de rest gewoon, ja, ook gewoon leuke bijdingetjes. Dus, voor ongeveer €40. Nou, vind ik wel meevallen. Toch wel leuke spulletjes gevonden. Goed. Dan gaan we gauw beginnen. Nou, zoals je ziet, de tas is helemaal, ja, gescheurd. Het komt natuurlijk omdat ik weer van Amsterdam terug hier naartoe moest reizen. Dus er is iets misgegaan bij het instappen. Maakt niet uit, maar jullie weten natuurlijk ongeveer waar ik geweest ben. Nou, Primark, amazing fashion, amazing prices. Het klopt. Eén ding, fashion, ja, zoals echt kleding en zo, dat heb ik nog niet bij Primark gekocht. Omdat ik niet echt kleding voor mezelf hier kan vinden. Ja, de kleding van Primark is nog niet voor mij. Misschien dat ik ooit iets ga vinden. Maar ik heb wel bijvoorbeeld sokjes of van die kleine dingetjes. Dus dat, dan weten jullie dat. Prima, dan ga ik gauw beginnen. Nou, ik heb hier een Urs Bunny reiskussen, zoals je ziet. Hij is echt zo leuk. Hij is hartstikke lief. Nou, ik ben natuurlijk met mijn moeder geweest. Dus zij heeft er ook eentje voor zichzelf gekocht. En het is gewoon hartstikke leuk. Plus, het is ook een beetje een soort verlenging, hè, aan je nek. Nou, ik heb deze gebruikt gisteravond. Dus ik heb dit eraf gehaald. Dus ik heb het er weer opgeplakt. Maar dit is dus de Trouble Pillow van Disney, zoals je ziet. En nou ja, hier staat het, Trouble Pillow. En hoeveel kost die? €8. Ik vind het echt een leuke prijs voor dit. Ik weet dat als ik bijvoorbeeld op reis ga, zoals bijvoorbeeld begin dit jaar, ik naar Boedapest ging en ik alle minuut een nekkussen nodig had. Een reiskussen, zeg maar. Voor de vliegtuig. En nou ja, die dingen waren echt €20, €25. Ik dacht bij mezelf, wow, dat vind ik best wel een beetje duur. Dus ik liet het ook wel staan. Maar dit, ja, vooral met dit erbij. Ja, als je dit bijvoorbeeld in Disney World haalt, dan ben je ook best wel veel geld kwijt. Oké, mijn katjes zitten weer in de haren, dus ik ga ze even uit elkaar halen. Cammy, Kali, ophouden. Hey. Goed. Nou, dit was het nekkussen. Ik heb hem gebruikt nogmaals. Hij zit echt heel lekker. Hij is ook heel lekker zacht. Is niet te hard, niet te slapjes. Het is gewoon echt perfect. Nou, nogmaals, kan voor dagelijks gebruik. Voor je neksteun, hartstikke leuk als je bijvoorbeeld tegen de stoel of tegen de bankleuning zit. En je hebt wat steun nodig. Of je ligt en je wil gewoon of tv kijken of een beetje aan je laptop. Dit is toch een soort van steun voor je nek. Prima. Daarna zag ik ook nog een andere nekkussen van Minnie Mouse. Ik vond het zo schattig. Ik zag het in. Het is echt zo'n Disney. Ja, een Disney gevoel. Vind ik ook wel leuk. Ik hou van Disney tekenfilmpjes en
Disney animaties. Ik vind dat gewoon leuk. En ook knuffeltjes vind ik ook heel erg leuk van Disney. Nou, en dan heb je een nekkussen van Disney. Ja, wat wil je nog meer? Nou, dit heb ik nog niet gebruikt. Dit is ook een travel pillows, zoals je ziet. En de prijs is ook 8 euro. Nou, ik vind hem echt heel, heel schattig. Deze is ietsjes harder, maar dat maakt niet uit. Want ja, ik denk dat ik deze echt voor reizen ga gebruiken. Dus ik ga deze ook bewaren. Mocht ik beslissen om ja, toch dit jaar nog eventjes even weg te gaan in het vliegtuig. Dan ga ik dit natuurlijk uiteraard meenemen. Hij is echt schattig. Roze met witte puntjes. Nou, zwart. Ik vind het een prachtige combinatie. Goed, daarna heb ik gehaald Cozy Socks. Nou, ik ben dol op Cozy sokken. Ze zijn echt heel handig. Vooral, ja, nu komt de herfst eraan. En de winter. Dit is dan gewoon onmisbaar. Nou, €2,50 voor 2 vind ik een koopje. Plus ik vind dat bobbly vind ik zo, zo lekker. En het voelt ook echt zacht aan. En ja, hopelijk zijn ze ook warm. Nou, nogmaals €2,50. En je hebt ze in het roze, je hebt ze in het volgens mij grijs en deze kleur. Nou, ik dacht voor een keertje een mooie mint kleur. Voor mijn man heb ik korte witte sokjes gehaald. Ik vond ze echt spotgoedkoop. Ja, ze zijn echt katoen, 3 euro'tjes. Ja, geweldig hoor. Daarna, aangezien ik katjes thuis heb, heb ik rollers gehaald. Ja, ik vind ze zo schattig, hè, met zo'n fietsje erop en met die hartjes. Amsterdam, ja leuk, dat laat je niet liggen. Nou, eens zo'n roller en dan een extra erbij voor €1,50. Volgens mij. Ja, voor €1,50 vond ik een koopje. Ik vind deze best wel duur in andere winkels. Dus doen €2, €3 vind ik niet kunnen. Deze moet echt tussen de 1 en de 1. 1,50 kan nog, maar hij had gewoon 99 cent gemoeten. Daar vind ik het kunnen. Goed. Daarna had mijn man deze gekocht van Jurassic World. €7. Die had hij nog niet in zijn collectie. Dus ja, geweldig. Deze hadden we ook in de bioscoop gezien. In 3D, IMAX. Ja, geweldig. De laatste hebben we ook gezien. Dus die hebben we dan ook in onze collectie. Jurassic World. €7. Goed, daarna heb ik gekocht een kruik. Ja, met een heerlijke, zachte cover. Ja, ik vind het geweldig. Hot water bottle bij de Primark Home. Dat is op de 5e verdieping. Heel erg handig voor in de winter. Nou, maar af en toe heb ik bijvoorbeeld koude voeten of koude handen. Ja, of ik wil gewoon even cozy warm worden. Nou, dan ga ik de kruik natuurlijk met kokend water vullen. Nou, de kruik is hier, zoals je ziet. Nou, en dan, ja, gaaf hoor. Er zijn heel veel verschillende soorten, zoals je in het filmpje ziet. Want deze vlog bestaat uit deze shop. Want deze shopvlog bestaat uit 2 delen. De een is gewoon de winkel zelf. En het tweede deel is gewoon de shopvlog zelf. Dus dan zie je ook verschillende soorten. Nou, deze, ik vond deze de mooiste, maar grappig genoeg, die was ook de goedkoopste. De duurste was voor €8. Nou, ik vond deze voor €5 een hele mooie, zachte cover. Ja, wat wil je nog meer? Goed, dat waren de Primark producten. Nou, ik heb niet zoveel gehaald, want ja, ik heb best wel deze maand best wel veel geshopt. Zoals je ook op mijn shoplogs kan zien. Dus ik moet even rustig aandoen. Maar ik heb wel gewoon hele leuke dingen gehaald. Wat ik ook nodig heb natuurlijk. En handigheidjes. Want ik weet, dit soort leuke dingen. Die zijn altijd tijdelijk bij Primark. Die ervaring heb ik nu eenmaal. Hè, mocht ik iets leuks zien. En ik denk, nou ja, ik koop het de volgende keer wel. Of als ik terug ben. Of als ik weer extra geld heb. Nou, dan kom ik terug. Dan is het weg.
Dus dat heb ik, dat is me echt 3 keer overkomen. En dit keer dacht ik, want ik vond, ja, deze nekkussen vond ik leuk, maar die ook. Ik dacht, nou, ik moet er toch 1 van de 2. Daarna dacht ik, nee, ik ga ze allebei kopen. Maakt mij niet uit. Nou, en dit soort dingen gewoon. Het zijn leuk. De eerste blik vind ik, als je iets leuks vindt en je hebt het geld ervoor, ja, schaf het lekker aan. Nou, ik zag natuurlijk ook andere dingen dat ik dacht, ja, dat zou ik toch wel kunnen gebruiken op dit en dat. Denk, nou, is het echt nodig? Nee. Maar het is altijd leuk om jezelf te verwennen. Dat had ik ook een keertje aangegeven bij een shoplog. Het is af en toe gewoon leuk om jezelf even te verwennen. Nou, prima. Mochten jullie deze video een hele leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan op mijn kanaal veganlounge.nl. Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast het belletje natuurlijk. Want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, en dat kan bestaan uit vegan recepten, glutenvrije recepten en shoplogs, vlogs, kattenvlogs, tips en tricks voor je gezondheid, dan krijg jij een notificatie. En dan zie ik jullie natuurlijk weer de volgende keer. Dag!